Kunt u mij nog een keer precies vertellen wat u gedaan heeft de avond voor het parachutespringen? Dat heb ik u al verteld. Ik begrijp niet waarom dat weer moet. Geef gewoon antwoord. Ik heb gegeten met mijn kleinzoon Arnoud in de Rozenboom van 8 uur tot ongeveer 9:30, maar dat weet u al. Het gaat mij vooral om de tijd daarna. U was in het gezelschap van mevrouw González. Van hoe laat tot hoe laat was dat ongeveer? Vanaf 10 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts ongeveer, maar dat weet u ook. En dat was in haar huis, dus niemand heeft u daar gezien? Nee. Maar waarom vraagt u dat? Denkt u dat ik iets met die moord te maken heb? Nee, ik denk helemaal niets. Ik stel enkel wat vragen. U bent samen nogal beschonken geraakt, heb ik begrepen. Ja. Ja, we hebben inderdaad nogal wat zitten drinken. Ja, dat klopt. We voelden ons ellendig. Komt ook omdat... Is er behalve mevrouw González nog iemand anders die kan bevestigen dat u bij haar was om die tijd? Nee. Nee, niet dat ik weet. Hoe bent u eigenlijk thuisgekomen die avond? Heeft u een taxi genomen? Nee. We gaan lopen. Ja, het is niet ver en ik had behoefte aan frisse lucht. Zo laat nog alleen. Als ik u was, zou ik ophouden met liegen. Tenzij u medeplichtig wil zijn aan moord.